Wat een kut idee was het om te gaan vloggen. Nee bro, wat dan? Hoeveel 18 over trouwens? Ik zie geen trein. Of van 18 over. Marion! Marion! Wat kut was dat idee? Verschrikkelijk. Dus even gaan vloggen, hè? Echt? Wist je dat nog niet? Nee. Oh, gaat. Wat gek. Nee, wat gaat. Hij doet het niet meer. Ik wil ook zo'n match. Wat is dit kut? Nee, dat wordt zo'n kut toch. Sport, hoezo doet die roltrap het niet? Ik wou gewoon lekker chill. Ze zijn gewoon van die teringlaars geweest, die hebben hem gewoon uitgezet waarschijnlijk. Waarschijnlijk omdat ze denken, fuck jullie, lekker op achterbord. Dus ja, net naar Amsterdam. We hadden ook gewoon een Amsterdam hotel kunnen boeken, dat was veel dichterbij. Ja. We hebben dat niet gedaan. Ja, we zagen net, hoe heet dat? Oh, ik ben dat... Handheving. 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 Met gevaarlijke handheving. Wat een gangster. We moeten dus zometeen in Breda uitchecken, heel vaag. En dan moeten we inchecken met nieuwe treinkaartjes. Maar we moeten in de trein blijven zitten, dus ik moet heel snel naar buiten. De teringlaaier. Dus dat is helemaal kut. Ja. We gaan het zien. Straks liggen mijn spullen hier nog en dan zitten hun gewoon lekker chill in die trein. Maar ik wist niet, Ro. Sinds wanneer hou jij van borstjes? Hey, we gaan helemaal gek in België. We hebben uitgecheckt. Het voice. Huh? Oh, jullie zijn verplaatst. Oh, ziek chill. Doen jullie in de trein? We zijn bijna in Antwerpen. Ja, dat is wel fout als je mij als je ook gaat komen. Waar moet ik eruit? Zo, de tering. Hij neemt ook op. België. Ze spraken Belgisch. Oh, dat wordt heel dik. België. Zo schrijf. Kijk, ik moest er even terug om het hoekje te lopen. Kijk, hoe sneu is dat? Dat ik weer terug ging lopen om vervolgens om het hoekje te lopen en dit. Gewoon alles voor die story. Ja, oké. Maar bro, we gaan. Jezus, wat is het een armoedige zooi met die trein, hè? Hey. Antwerpen. We're going ferry naar de tering. Yeah. In de Antwerps. In de Antwerps. Zeg, wat is Antwerpen? Kutstad, hè? Antwerps. Antwerpen. Die trein die zat, maakte ook echt. Ik ging echt heel slecht. Het is echt een indruk. Ja, ik ging echt heel slecht op die trein. Ik heb nog nooit zo'n roltrap gezien, gast. Die ineens dit doet. Mooi, joh. Hè? Dat is fucking vaag. Wat? Dit is heel vaag. Oh shit. Kijk weer omhoog. Heel fijn. Yo, dit is gekke. Je hebt hier ook een Plopsa Park, hè? Daar wil ik ook heen. Plopsa Park? Ja. Kom maar. Wat een body boys. Hey, barber gast. Ja. Hou je bij. Hey, kom gelijk een afspraak maken. Ja, we gaan gelijk afspraak maken. Hier, met en zonder afspraak. Dat doen we techno-smetterling. 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 Het is ook nog best hoog. Oh, helemaal hoog. Dat zegt ziek chill. Bro, wat als we nog het lijp uitzicht krijgen? Nou, ik denk het niet. Nee, ja, je weet het maar nooit. Hè. Je kan geluk hebben. Dat is een dampoelige gast. Doe het alsjeblieft niet. Niet in de lift, bro.
Ik heb hem al even verlaten. Gaas. Oh, jetzt ik los. Ik ook gaas. 612. Oh, we zitten aan die kant. Misschien hebben we wel uitzicht. Ja? 447. Nou, nu we dit geboekt hebben, voel ik me echt alsof ik echt koude van geld heb. Of zo. Dat is toch het juiste huis? Een poepzootje, jongen. Ja, België. Moet je dan niet op dit klikken? Wacht. Ja. Moet je niet gewoon alleen dat invullen en dan open doen? Gast, dat is België. Hier echt een stoornis van hier tot Tokio. Wacht even. Ik snap hier helemaal geen kut van. Wat is dit, jongen? Dit is echt leuk. A few moments later. Kom zo naar buiten. Nou, nu is dit ook nog. Wel goed, denk ik. Gooi met je mondje. Kan niet. Mensen moeten hier een mondkapje op. Maar we gaan nu naar buiten. Dan gaan we. Hij heeft een tasje. Gaan we misschien shoppen. Even naar beneden met de link. We hebben zo'n fotoshootje. Heerlijk. Lekker fotoshootje. We gaan ook nog naar de kapper. Deze guy heeft iemand over zijn. Er zit barf ergens en het meurt. En we hopen dat het straks weggaat. We gaan straks kappertje, want het ziet er niet goed uit. Nee, voor mij al helemaal niet. En ja, Woody kan wel. Maar. Is het elektrisch? Nee, tuurlijk niet. Kunnen je fietsers huren? Dit is gewoon normaal, het is niet elektrisch, dus hun zijn te lui daarvoor. En we zitten naast met ons hotel, we zitten naast Plopsaland. We gaan al lopen naast het hotel. Ja, en daar ergens is ons hotel. Helaas geen uitzicht en dat is fucking dik daar. We gaan naar Plopsaland. Kijk hoe dik het daar is. Maar we gaan nu naar Middenstad, maar we gaan nu even daarheen lopen. Zitten hier mensen, kunnen we hier in ochtend eten? Maar ja, we zijn dus keer daarvoor, denk ik. Oprecht, ik had niet verwacht dat met dit jasje. We hebben net even omgeruild qua kleding omdat we een fotoshoot hadden. Ik had niet verwacht dat we met dit jasje dat het nog warm was. Het is 1 graden buiten. Ik heb gewoon mijn winterjas aan. Ik vind het wel veel. Ja, gewoon open. Kan makkelijk. Zon schijnt echt tering fel. Maar ja, we zijn hier ergens beland. Hij vindt het toch al leuk. Ja, toch. Met zijn designer tasje. En de vibe. Oh, wat? Oh ja, laat hem even afgaan, jongen. Hey, hadden we hier niet deze hotel kunnen boeken, Stee? Ja, jij denkt dat ik 300 euro op mijn rekening heb. Ja, toch? Jezus. Binnen vloggen, dit is heel ongemakkelijk. Oh, niet zo op vloggen zijn. Ja, oké, je moet wel vloggen, maar ja. Ik weet niet of die Belgen dat chill vinden. Kijk, dat blijft gewoon. Hij is 9 uur open, hij was iets minder open. Ga ik het even vragen? Oké, dat kap. Hi. Wie was het? Sorry? Ja, zeker. Wij willen graag met z'n drieën geknipt worden rond 1:30. Ja. Ik weet niet of we nog moeten reserveren of iets. Rond 12:00. Ja? Tot 12:00? Nee, om 12:00. Om 12:00? Ja. Dus kun je er afspraak om 12:00? Ja, als het kan. Om 12:00? Of ja, doe maar 12:15 als het kan. Sorry. Is dat mogelijk? Ik zou om 12:00 noteren.
Ja, is goed. Dan zijn we er ongeveer rond die tijd. Oké, is goed. Dan doen we dat. Super, dankjewel. Hè. Hoi, hoi. Doet. Dit is de crazy lifestyle. Dit is de crazy lifestyle. Ik vind dit zo'n teringharde filter. Kijk, dit is teringhard. Ziek. Ja, ziek. Gangst. Kijk dan. Oh, kom daarheen. Dat is fucking leuk. Ik Maar dat mondkapje is echt velend hier. Ja. Ik zou hem gewoon op je kin laten. Ja, nee, eigenlijk niet. Dan is het niet mooi met vlog. Nee. Video bedoel je? Ja, met alles. Toch die vlog moet toch gewoon 10.000 views hebben. Ja, nou, ik denk niet dat het... Oh. Dit is keihard. Dit is keihard. Dit is heel dik. Dat is wel een tientje gehad. Echt? Ja. Ziek duur. Hoe ziek eruit? Even met mijn telefoon kijken. Dit is echt gek. Eerlijk? Hij staat wel hard. Dat is echt heel dik. Hij is en bij mij? Echt heel hard. Zo. Wat is dit dan ook allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Rekdop. Nee. Kom, we gaan hem een trofee geven. Ja. Hoe duur zijn ze? Ik kan het zelf knippen voor 6 euro bij hem. 7 euro, jezus. Het is wel hard. Ja. Vind je het hard? Oké. Okay. Anders is het wel goedkoper. Bro, kom eens. Sisimel. 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 Keihard. Kristallisten. Nee, kersemus. Oh, ik trek bijna over dat ding heen. Oh shit, ken je dit nog? Het spelletje van het... Oh ja. Bro, dit is nostalgie, gast. Oh. Deze is heel dik. Kijk. Deze is heel dik. Doe hem op. Is dat dik? Kijk. Is dat dik? Dat weet ik niet. Maar dit is hard, bro. Probeer er eentje ja, op te krijgen. Oh joh, die kijk. Gewoon iedereen. Oh, oh, bijna. Wacht, zet jij dit eens op? Waarom moet ik... Ja, hem... je moet even kijken hoe die staat. Jezus, ja. Ik krijg hem bijna niet op. Dat is duur. Maar bij mij staat hij beter. Want? Omdat ik... Ja, ik heb er een. Een mooie hoofd heb. Oh, kijk, ik gooi hem erin. Hij verneukt het. Ik verneuk. Hoe duur is dit? 5 euro. Je hebt er ook even van Paw Patrol. Paw Patrol. Het werkt ook niet. Maar klaar, we gaan naar de binnenstad. Eindelijk de kutmondkapje, gast. We zijn aan die vlog. Kom bakken naar de casino. Oh, oh ja, de terrassen zijn hier open. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Dat is heerlijk. Oh, wat top. En dan bij zo'n heater zo vanavond hier. Ja. Gewoon bij zo'n heater. Dat is echt top, hè? Souffle. Dat was eng. Ja. Je hoort gewoon... Oh. Nou snap ik het. Er komt gewoon een tram voorbij. Maar je hoort ze echt zo opgepast. Tram. Niet eens tram. Gewoon tram. Ja, ik weet niet of je dat een beeld hoorde. Maar zo vaag was dat. Opgepast. Tram. Bro, wij zijn de eerste dag door al ons geld heen. 100%. Ja, dat weet ik wel. Ik heb ja, 100%. We gaan dus even schoenen kopen. Ja, even schoenen kopen. Laat dat honderdje zien. Dat ziet er zo raar uit. Dat ziet er wel dik. Zo lang geleden dat ik dat heb gezien. Je had zelfs zo'n 200 in het geel en 500 in het paars. Ja. Maar we gaan Dunks kopen. Moeilijk hè, deur open maken. Gaat best aan. Hallo. Hi. Je mocht je jas uitwarmen, de kaps te brengen en dan de wasstafel plaats. Yes. Yes, top, dank je. We krijgen helemaal massage gewoon, hè? Wat? Zo, krijgen we dat? Ja. Dat is gek. Is toch top? Ja. Dat is heel chill. Kijk, dit is toch geweldig? Dat is heel chill. Heb je nieuwe vrienden gemaakt hier? Ja. Nu is het 19 jaar, denk ik. Dat is leuk. Ik ben zelf ook DJ trouwens. Oh. Dus welke stijlen draai je een beetje? Commercieel op bullshit. En wat doen jullie? Ja, wij meer tech chaos, techno, ja, dat soort dingen. Nice. Ja, dat maken we zelf ook, zijn ook producers. Dus, cool. Iemand gaat wel staan op de plaats. Yes. Oh, jij geniet, Hij geniet hem helemaal. Zo mooi. Ik ga ook genieten. Hoor. Ik heb alleen wel wat gebeurd. Ja, cool. Dat is van mij. Maar daarom wordt het gewassen. Flip coding. Oh, nee. Zeg dat ik ook nog moet, hè?
Ja, vind ik. Ik zit hier nog gewoon. Ga je lekker vinden, wat we gaan. Echt leuk, gast. Het is ook een munt. Wat is je live reactie? Wat zei je? Wat is je live reactie? Dit is echt een goede gast. Ik voel me een koning. Oh, dit ga je lekker vinden. Dit is top. We gaan vandaag weer even mijn haar wassen. Dus, wat vind je ervan? Heerlijk. En Niek is ondertussen gewoon al bezig. Dus ja, dit was echt een top idee. Gewoon met z'n drie naar de kap. Ondertussen hebben we ook een cameraman. Stel jezelf eens voor. Ik ben Vincent, ik kom van België. En ik heb hem eigenlijk heel erg foto's meenemen. Ja. Dus, leuk. Ja, daar komt het wel op neer. We kennen hem echt pas net. Maar via Steam, die komt ook zo, hebben hem eigenlijk leren kennen. En het is wel grappig, want we hebben gewoon even nieuwe foto's, maar dan in België. Dus ja. Ondertussen heeft Nico een fresh kapsel. Ja, precies. Wij zitten hier nog gewoon even lekker. Maar bro, jij krijgt straks een massage, dat ga je leuk vinden. Hoor. Zo, als je hebt lange haar gehad. Ja, wel, ik krijg een massage. Je krijgt een massage zo. Oh, jij gaat het direct krijgen. Dat ga je lekker vinden. Ja, nee, dat is prima. Ik vind alles best. We gaan het meemaken. Oh, dat is koud. Ja, weet ik. Wel lekker. Dit ga je echt lekker vinden. Oh. Geweldig. Het lekkerste gedeelte. Oh ja, het is wel echt top. Dit heb ik niet bij mijn kapper in Nederland hoor. Ja. Dat is één ding wat ik je kan vertellen. Precies. Zullen we gewoon voortaan naar deze kapper gaan? Gaan we gewoon elke keer gewoon naar Antwerpen voor de kapper? Ja. Wel iedere maand. Maar het was echt wel weer lang bij mij. Dat kan echt niet. Inmiddels zit Roelie ook in de stoel. Hey Roelie. Hoe bevalt het? Ja. Hoe bevalt het? Ja, hij is nog klaar. Nou, ik weet niet of je het hoorde, maar hij was nog niet klaar. Ja, dat, ja. Nou ja. Top. De zijkanten mogen wat korter. Nee, joh, maakt niet uit. De zijkanten mogen wat korter. En bovenop mag tot en met mijn wenkbrauw komen. Probeer het netwerk. Het is misschien ook wel leuk om wat dingen vast te leggen. Bijvoorbeeld heel dingen. Mooi bloempotkapsel. Bro, jij moet echt met je Pennywise aan. Maar ja. Zo aan het chillen die dame. Wat zei? Hij is zo aan het chillen. Ja, heerlijk. Voor bijna slapen. Chill toch? Ja, dat is top. Dat is dezelfde als bij je van. Ja, dat is goed. Raoul. Raoul. Ik hoop het. Ik heb vertrouwen. Yo, jouw haar is fresh, hé? Ja, toch? Gods kleren, hé? Ziet er goed uit, hè? Dat ziet er goed uit. Dat is niet normaal. Kijk weer op de manier om weer huis te vieren. Ja, toen ik klein was, hè? Zo, de tering. De camera even bij. De hele mondkapje zit ook vol onder de haar. Ik vind het zo leuk dat hier en hier nog steeds een beetje persen. Oh. Gangsters. Gangsters. Dus ik moet wel weer even wennen aan het kort hoor, maar. Fresh, hoor. Dat is wel lekker, fresh. Maat. Dit is goed. Oh, shit. Mijn is ook wel fresh, maar. Ja, nu die van nu alleen niet van figuur. Maar dat komt wel goed. Die is on. Dat is wel hard, hè? Kijk, ze baan, het is wel fresh. Kijk, ik zijn een frisse lijn. Fresh. Netjes. Net bij de kapper, hij was weer wat vergeten. Kijk, nee, helemaal niet, jongen. Hey. En voor mij is eigenlijk te kort. En ik wilde een pet op doen. Oh, je bedoelt je. Ja, mijn baardje ook. Maar dat voelt nog niet zo. Wat hier bij jou goed. Maar die snor die ziet er nu ineens zo ziek groot uit ook gewoon. Maar kijk, maar dat soort, omdat het bij jou hier niet zo erg opvalt. Wat is dat ook wel een ziek restaurant, hè? In drie gedeelden.
een driegedeelde baard. Een driegedeelde baard. Dat is misschien wel een nieuwe mode. Ja, hè? Teringdik. Eerlijk? Ja, ja. Hou eens even vast, ga jij eens even vloggen. Nou, we zijn net klaar. Het ziet er heel smooth uit. Oh jawel. Top boys. Nee, we gaan nu... Wat gaan we eigenlijk doen? Ja, we gaan jou volgen. Ja, het stream is hier om 2 uur. Oh, ja. Maar komt hij naar ons toe? Of? Dat weet ik niet zo goed. Want om 3 uur moeten wij bij de Tomorrowland Store zijn. Ah, ja, 3 uur. Wat zou jouw mama trots op je zijn? Ja, precies. Kijk eens mama, ik heb mijn eigen baardje gescheerd. Geschoren, dik zo. Oh. Het is een kut idee om te vloggen eigenlijk, hè? Echt een dom idee. Het is niet vloggen, hè? Ja, het is gewoon, weet ik niet wat het is. Ik vind vloggen ook zo'n stom woord. Vlogger. 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 Ik ben een vlogger in Antwerpen. Waar ben je? Vlogger in Antwerpen. Die komt er sowieso in. We moeten vanavond even douchen. Ja, dat sowieso. En ik denk dat het hier is. Samen. 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 Stop maar met vloggen. Het is niet alleen zo'n fotograaf, maar ook gewoon een guide. Ja, echt perfect. Ja. Stuur anders maar een factuur voor touring. Ja. Ja, dat weet ik. Ja, maar dat is hier heel hoor. Heel. Dat is echt niet normaal. Echt heel. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik ook niet. Maar nou, hoeveel locaties kan je ons laten zien in een korte tijd? Veel. Er zijn eigenlijk 3 of 4 dingen waar we echt heel mooie foto's kunnen nemen dadelijk. En dat is echt de dingen die we moeten gezien hebben? Dat vind ik, om foto's te nemen is dat het. Oké, cool. En dat redden we om dan om... Om 3 uur bij de Tomorrowland Store te zijn? Absoluut, ja. Oké, okay. We zijn er ook echt over een kwartiertje. Oh. Nice. Piep, piep. Piep, piep. Piep. Oh, er zit een haartje in mijn oog. Van die kapper. Wow, hij heeft een bloempot. Wow. Vet. Oh, een bloempot. Oh, kijk, bij deze man. Heel. Wow, dit is wel dik. Oh, die tieten gast. Dit is heel ziek. Ja, hard. Dit is heel dik. Dit is heel dik. Ik was dus gewoon even vette beauty shots aan het maken. Ja. Zo goed idee. Dat is echt top. Helemaal in Antwerpen voor een foto's. Yes. Met een hele goede fotograaf. Heftig. Daar hebben we hem. Gespot in real life. Oh. Oh, die hebben we erop. Oh shit. Die hebben we erop. Echt heel boos. Dit is wel vet hoor. Ja, dat is wel dik. Ja, dit is wel vet. Ik kijk wel weer kijk uit als boos. Een crimineel. Net zoals je pasfoto. Moet je echt laten zien. Laten zien. Dat is echt niet goed, gast. Ja. Ik weet niet wat ik deed. Op je ID-kaart. Ja, dat is echt niet normaal. Teringdik. Oh. Dat is teringdik. Staat deze pet mij? Ja, dat is best hard. Staat die pet dat mij? Is best hard. Ja, moet even wat meer naar beneden. Ik heb 1 jaar op het media college gedaan. Wacht, ik ook hè? Ja? Nee, ik heb wel vaak met camera's. Maar ik moet even een schermpje open. De verbinding. Hier gaat het. Behind the scenes. Ga je nu iets meer naar de weg? Ja, dat is cool. En kijk eens heel naar de kant. Zo, wat een dikke waggie. Wat is dat voor auto? Oh, gast. No way. Hey, Gray wordt gek, hè? Gray wordt echt gek. Bro, dit is een. Stuur deze naar Gray. Het gaat weer heel lang duren. Ik ben blij dat Gray hier niet bij wordt. Gray die was echt helemaal gek gegaan. Kom, je de boele. Is hier wat warmer? Ja. Kijk waar we zijn. Nieuwe fotoshoot. Dit is echt ziek. Sheesh. Doe eens de sheesh. Gooi de sheesh. Sheesh. Nee, met dat handje erbij. Sheesh. Nee. Nee, bro, wat deed je? Je kan het niet.
Wat? Hier, kijk, weet je hoe het moet? Ja. Oh, dat. Ja, maar dat is kut. Shee! Gooi die dansmoves. Here go! Gooi zijn beste lach. Die is echt niet wat. Nee, weet ik niet. Verschillende soorten. Ja. Wow. Vertel eens, wat is er op je arm? Ja, dit is een mat die van mij dit zo op een jack heen gebarfd. Ik probeerde het helemaal op te ruimen. Shit nog steeds poezel. Maar hé, Niek, we hebben net even een goede TikTok gemaakt. Ja, toch? Ja. Even kijken. Gelijk. Dit is hem. Come give me a tune. Fucking perfect. Hij is echt perfect getimed. Dat die guy ook even in beeld komt. Nou, misschien komt hij op je vuur voor je page. Het was gewoon on-accident. Ja. Dat is helemaal niet de bedoeling. TikTok maar. Even liken. Zelfs hij lijkt hem. We hebben al 2 likes. Yes. Ja. Even schoongemaakt. Moet je even kijken hoe die camera kwaliteit is. Ja, een shirt. Niet normaal. Tomorrowland. Tomorrowland. We gaan eerst even naar binnen en dan gaan we denk ik even naar Steam, denk ik. Ja. En dan kunnen we hier buiten wel zo meteen even pikken. Waar is hij daar nu? Daar staat hij hoor. Hey. Hey. Steam. Oh. Fucka. Alles lekker. Ja, sowieso. Helemaal. Ik werd geskipt. Ja, we zijn aan het vloggen. Ik zag jou vloggen. Ja, we zijn aan het vloggen. Hij gaat vloggen. Ah. Je weet dat hij erin komt, hè? Oké, is het in English of? Ja, gewoon Nederlands. Ah, oké, spijtig. Oké, boys, we zijn hier met de gang. We gaan eens een beetje door Antwerpen chillen. Maar wat hebben we net gehaald? We hebben hoodie gehaald van Tomorrowland. Want ja, wacht even. Dat was zo'n mooie winkel. Ben ik wel een legend? Ja, ik ben wel blij dat je ons rondleidt door Antwerpen. Ja? Ja. En je fotograaf heeft ons ook mooi rondgeleid. Ja, maar Vincent is wel een chille gast. Ja, ik bedoel, hij was ook bij Versus en zo. Wow, dit is echt nice. Ik wist niet hoe die tieten. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel nice. Oké, iedereen, wat vinden jullie van mijn hoedje? Is dat nice of staat dat mij? Moet ik dat vaker gaan draaien of moet ik dat gewoon afdoen en wegsmijten? Ja, ik ga het teruggeven, of niet? Moet ik het houden zo? Ja, ik vind het wel. Ik ga zelfs een stijve arm krijgen, denk ik. Ik ben nu zo Gio aan het nadoen ofzo. Ja, ik hoop alleen niet dat je Gio-praktijk gaat nadoen. Ik denk dat dat fout gaat. Hoezo? Maar ja, lekker eten. Ja, we gaan lekker chappen. Lekker chappen. Chappen. Lekker shoppen. Lekker shoppen. Misschien, ik moet nog zien voor een hoodie, maar ik weet nog niet welke. Maar ik weet wel een zieke winkel. Ja, ja, maar je gaat nog een hoodie kopen, hè? Ja. We gaan met z'n 3 collab. Een stijve arm. Dankjewel. Een stijve arm. Dat is niet voor het eerst dat iets stijf is. Ja, ik
direct op antwoorden. Ja. Maar ja, ik kan zo. Hoe noem je dat in België? Snijpikje. Ja, maar ik heb echt geen. Ik heb nul research gedaan naar deze hele stad. Het is zo koud. Welkom bij de vlog van Figo Smit. Bro, Kriep heeft je antwoord op jouw foto. Dat lijkt wel heel erg. Kom Rolexen kopen. Ja, man. Rolexen. Nog wel. Rolexen. Geld genoeg, joh. Heb ik geld? Ik heb geld. Heel veel geld. Ik heb heel veel geld. Hé, maar even. Wat, Steam, wat vind jij van het idee? Als we een tattoo gaan zetten op Antwerpen en dan zo'n groot Antwerpen op mijn kont zetten gewoon. Of Steam, hartje Steam. Maak je doen, ja. Ja? We gaan dat doen met z'n allen. Weet jij? Dat boeit mij niks. Nog een plek waar we feestje kunnen joinen vanavond. Of waar we veel mensen kunnen meeten. Ja, ik hoop wel, joh. In de kamer gewoon. Ja, het kan wel. Het is wel leuk. In het hotel. Ja, ik heb die extreme 3 bij. Ja, we hebben een Bluetooth speaker mee, dus het moet goed komen. Inmiddels zijn we in een kledingwinkel beland. Het gaat bij ons ook zo snel in die vlog, hè? Dat is niet normaal. Oh, wordt het deze? Ja, mooi toch. Wow, deze keihard en die voorkant. Hij is wel echt oprecht dik. Maar hoe voelt die stof? Ja, het is lekker warm. Oh. Maar het is alweer bijna zomer. Boeit me niet. Ja, oké. Okay. Hij is wel vet. Ja, is vet. Ik weet alleen niet of hij te lang is. Ja, maar dat maakt dat is toch juist hard. Ja, dan vind, dan, ja, dan vind ik hem wel vet. Ja? Ja, 100%. Staat hem wel. Wat zei hij? Ik versta geen Belgisch. Alles voor de vlog. Ja. Hij, Steam, jij hebt een goed idee, vertel. Alles voor de vlog, man. Vertel. Ja, hij gaat lekker dit aandoen. En ik trakteer hem daarvoor één biertje. Straks is het gewoon tering hard, hè? Voor de Nederlanders die in België staan. Straks is het gewoon heel dik. Ja, van die jodelen. Ik ga dat gewoon echt leuk. Oké, this man is a legend. We wachten wel. Both are legends. Oh, wat heb ik hier geen zin? Ze gaan echt verschut staan. Ze gaan echt verschut staan, het is echt niet goed. Kunnen jullie deze ook even? Hier, kijk. Zo. Bedankt met je leven. Maar ik zal wel wachten. Zal ik doen. Gaan zo. Ze komen zo. Ze gaan al stuk. Kom dan. Kom nu. Nee. Deze guy! Dit is tering hard, gast. Tering dicht. Nee. Deze guy! Nee. Maar hij heeft het nog niet op zijn verhaal gezet of zo. Jawel. Ja, maar hij staat nog niet. Oh, wel. Oh, nee, niet. Oh, dit wordt zo. Chaos, gast. Besef dat dit de eerste dag is en die is nog niet, lang niet eens voorbij. Nee, we moeten nog. We moeten nog maar dit is teleurstellend. Ik moet er iedere keer hik hebben. Daar. Ik heb de hik, Jezus. Bro. Niet doen, niet hier. Niet hier. Nou krijgen we striptease van jou, lekker. Toch? Ja, ja, ja. Nou, wat vinden jullie ervan? Ja, laat het weer in de comments. Ik ben wel zo vaak voor lul gezet op die kamer. Huh? Of je worst lust. Lust je worst? Wow, je t-shirt matcht echt goed. Ik wil wel even van die fresh shots maken. Zo. Ja, helemaal. Normaal. Broer, gratis ijsthee. Dat gaat gratis. Doen. Gratis. Gewoon gratis ijsthee. Ja, lekker, dankjewel. Ben je aan het vloggen? Ben je vlogger of zo? Ja, ik ben een bekende Nederlander. Ken je me echt niet? Ik weet niet of ik weet dat dat erg is. Nee, dat is niet erg. Ik ben ook helemaal niet bekend. Ja. Wat zei je nou? Wat vroeg ze? Of ik een bekende Nederlander ben.
Nee, ik ben wel artiest, DJ, ja, dat een beetje. Maar van Nederland, I guess? Ja, ja. En Steam, die staat daar, dat is een vriend van ons, hij is een Belgische DJ. Oh, nice. Dus vanaf daar, dus we zijn gewoon een beetje... Dat jullie hier lang tegen komen en zo. Ja, hij was een tijdje terug bij ons in Amsterdam. Wat is dat? Er zit kaneel in, volgens mij. Ja, doe maar dan. Sorry? Eentje is goed. Oh, heb ik jouw eentje gezien? Ja, ja. Zeg dat nou niet. Oh, Ja, het is echt lekker. Het is echt goed. Speciaal smaak wel. Ja. Dat is echt nice. Het is echt lekker. Ze vroegen ook gewoon of we bekend waren. Ja. Hoezo dan? Fucking grappig. Maar... Zit daar fruit, fruit er zit, in? Er zit kaneel in. Dat is echt lekker, ouwe. Dat is echt goeie. Ingroeien. Kaneel en appel. Jij vindt het niet lekker, of wel? Oh, ik dacht al. Ik vond het fucking lekker. Zieke match. Ja, hè? Wat? Geel met geel. Ja, die moeten we dus proberen. Warme chocolade. Die moeten we dus proberen. Die gaan we proberen. En doet je daar vaak vlokken? Zo? Ja, altijd. Heb je ooit een vlog van mij gezien? Nee. Nee, dat dus. Nee. Nee. Ja, dan moet je niet je eerst introduceren. Ja. Mijn naam is Figo Smit. Figanus. DJ's. Ja, maar mensen wat kennen mij. Wat vinden jullie beter een DJ-naam voor hem? Wacht. Geef dat eens hier. Figus. Figus. Wat vinden jullie beter voor Figi? Virato. Dat is echt zo'n naam. Virato? Virato of Figo Smit? Wat is de beste DJ-naam voor deze man? DJ Fi. Ik vind persoonlijk Figo Smit. Ben ik haakt. Ja. Ja, Virato is ook wel. Ja, dat is wel. Heel bijzonder. Virato doet me wel echt denken aan iemand die. Virato. 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 Ik ben niet voor niets ook een Italiano. En ik laat niet voor niets mijn krulsnoor staan, hè? Ik zei, wat? Dat is geen spacebuff, Vince. Een wafel of zo. We moeten toch zo'n wafel hebben? Ja, we gingen een wafel halen. Ik wilde ja, het helemaal niet. Echt een wafel met lekkere, warme chocolademelk. Ja, chocolade, het is toch bijna avond. Ik kan mee de avond eten. Maar dat is gewoon heerlijk. Ja, gewoon even voor die Belgische literatuur. Precies. Gewoon. Precies. Gewoon even... Dat maakt me niet uit. Op mijn lijn letten doe ik wel een andere keer. Dat heb je nooit gedaan. Ik kan alles eten en ik kom gewoon niet aan. Ja, dat is echt niet normaal. Wafels, we gaan wafels halen. Steam kan oprecht beter vloggen dan mij, denk ik. Want ik vind het leuk om oogcontact te houden met mensen en niet in die camera te kijken. Suikerwafel. Voor mij graag een suikerwafel met chocoladetopping. Dat is lekker. Mag ik van jou ook een wafel met chocoladetopping? Ik bedoel, die topping is echt top, ouwe. Zei nou, die topping is echt top. Nee, dat was een beetje zo. Can you give me a hug? Die was niet eens hard. Die was niet eens hard. Oh, ik maar je zag dood. Mensen wel echt omkijken. Je zag mensen echt omkijken. Wat is dat? Mensen dachten in fucking Jurassic Park. Ik schaam me dood, grap. Eten. Ja, het was heerlijk. Onze afvalman. Hey, maar even, wat hebben we nou net gefixt? We zeiden even expres keihard in de McDonald's van, hey, wie weet nog een feestje? En twee meiden die zeiden van, ja, wij weten nog wel daar een club en zo die open is. Dat is nog leuk uit ook. Dus dit is toch top, gast? Dit is echt perfect. Echt, ik hou van Antwerpen, grap. Burger King. Burger King. Hoe de fuck kom jij daaraan? Tover het zo aan mijn zak. Maar ik moet even kijken waar we heen moeten. Ik kan niet vloggen meer. We maken zoveel random shit mee in één keer. Dat is echt fucking raar. What the fuck? Steam, what the fuck? ook alleen. Wij vinden dit weer. What the fuck? Ik ook wel draaien. Waar komen wij terecht, gast? Opa! Antwerp is de shit, hoor! Zo mooi!
beste wat we dat we konden vinden. Dit is echt niks. Jullie moeten even wat draaien. Mooie pijp. Nee, die wacht. Wie was dat nu die daar zo van voor stond? Ja, weet die ik niet. Die maar, met, ja. Zo met haar haar zo, ja. Zoals ik. Ja. Wacht, is dat die... Die had een crush op haar, hè? Hè? Je had een crush op haar. Ja, in dat techno gebeuren. Ik zag die dacht van holy shit. Bro, in dat techno gebeuren net. Ja. En die keek ook zo op een gegeven moment naar mij. Die revertje, girl, daar ga ik zo goed op. Hij is helemaal in de wolk. Exact. Rionade, was het? Nee, het was... Nee, het was de barok. Ja, het zie je letterlijk dit straatje ergens. Allemaal zo precies drugs verslaven was. Ja, die ene had sowieso een pilletje op. Die ene had 100% een pilletje op. 100%. Oh, wat is België top. Ja. Het is ook echt top als ik binnen mag komen. Alsof niet alles van België. Jouw QR-code doet het niet meer. Zo mooi. Nou, we gaan hier zitten. We konden niet naar binnen. Het was veel te druk. Ja, maar geen QR-code. Ja. En we krijgen een drankje van jou. Omdat wij in een rokje hebben gestaan. Ja, klopt. Wat? Ik betaal één keer voor jou. Ja, maar dan delen wij. Ja, dat is vriendelijk. Maar kleine speler. Dat bedoel ik dus, als je vraagt. Ja, waarom dan? Nou jongens, we zijn nu op zoek naar vrouwelijke vorm. We gaan even zoeken. Je moet eerst een half pintje op hebben. Jongens, hoe is de dag voor jullie? Hoe is de dag voor jullie? Helemaal kut. Fantastisch. Ja. Yeah. Zit je boertje vast, jongen? Teringprobleem, jongen. Zo mooi. Zo mooi. Zakken. Is dit dan? Dit lijkt echt op een illegale versie van Safari, gast. Mario! Zeg die bark. Jij kan het ook niet. Kom naar de dierentuin, hoor. Belgium wafel, ja? Techno smetterling? Boys. Maar aan de linkerkant heb ik veel minder. Holy shit, je hebt gewoon een sleutel. Zie mijn bicep. Tomorrowland sleutel. Zie mijn bicep. Dat is veel beter. Wow. Maar wij... De linkerkant ook veel minder aan de rechterkant. Dat is echt heel kut. Wat is dat? Dat is echt heel kut. Maar wij gaan dus nog een feestje joinen. Dus we gaan niet met deze camera, want dat is te duur. Maar we gaan over naar de telefoon. Dat doe ik zelf. En dan gaan we even helemaal naar de knetteren. Jij moet gewoon zwijgen. Bro, je ligt op m'n... Bro. Wat? Ligt...